Fijko Gamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Watch Dogs hier. Oh, best bijna de afslag. Hier op Fijko Games. Jongens, we zijn onderweg naar een of andere pokermatch, omdat we daar informatie kunnen verzamelen. En informatie is macht. Dus ben ik van harte onderweg naar die pokermatch. En ik vind het eigenlijk wel weer eens een keertje leuk om weer eens een keertje poker te gaan spelen. Want dat heb ik vroeger toch best wel veel gedaan. Gewoon lekker met z'n allen rond de tafel, gewoon lekker s'avonds als we niks te doen hadden. Lekker potje pokeren met z'n allen, glaasje drinken erbij. Ideaal. Maar deze keer gaan we het voor het echt hier doen, denk ik. Want we moeten deze keer wel winnen, want als we niet winnen... Oh, kijk, even gewoon een eigen pokertoco hier beneden. Cool. Illegale pokerwedstrijd. Misschien is het dan niet zo slim als het illegaal is, hè, om dat bordje daar op te hangen. Gewoon eventjes een gedachte. Niet zo slim. Als de politie langskomt en ze zeggen van... Hey, daar is een pokerwedstrijd. Een illegale. Speel mee om Tobias eruit te pikken. Okido. Hoi jongens, mag ik meedoen? Pokeren met lage inzet. Ik wil met hoge inzet. Dat is wel toffer. Oké, pokeren. I can do this. Wat is dit? Wat is deze? Oké, got it. Buy-in. Ah, man, ik heb 12.000. Ja, is goed. $200. I'm in. You're in? Oké, hij is ook in. Oh, nee, hij is de dealer. Small blind. Big blind. Ik mag zo meteen als eerste aan de gang. Ik mag eens eerst zeggen of ik dat op hem call, of dat ik hem raise, of dat ik hem check. Oké, wat hebben we? Ace-10 offsuit. Ace-10 offsuit. Ja, het is niet heel sterk, maar vooruit. I'll take it. Inzetten. Klik. Hup, oké, hier. 200. Het is niet heel goed hoor, een Ace-10. Het klinkt op zich wel tof, maar het was een veel sterkere hand geweest als ze allebei van dezelfde kleur waren. Ja, weet je, het is toch maar een game. Normaal gesproken moet je hier gewoon folden, want het is niks, maar vooruit, I'll take it. I'll take it, dealer gaat ook mee. Oh, zo, die is chagrijnig. What's up? Hey! Tobias, stop! Tobias! Lubbel! Ik zit vast achter de tafel. Tobias! Etter! Waarschijnlijk had Tobias een 2 en een 7. De slechtste hand van allemaal. Oké, come on. Tobias, Etter, als je niet tegen je verlies kan, dan moet je niet meespelen, jongen. Moet ik Tobias pakken. Kom op. Even dwars door je heg heen, tuurlijk, ja. Tobias, bitch. Stel je niet zo aan. Hop. Oeh, hoog hier. Wow. Ah, we krijgen hem wat te pakken, die gozer. Jawel, jij gooit toch die tafel om? Dat was niet ik, hoor. Kom op, poort. Wat zo? Nee, niet met de AK, kom op. Overdreven gedoe. Ik had die poort eerder open moeten doen. Oh god, kan ik daar niet doorheen. Ja, dan ontsnapt hij weer. Wie schiet er? Tobias? Dat hoop ik er niet voor hem. Dan schiet ik namelijk goed terug. Of het mag of niet. Ik moet proberen om hem stil tegen te houden. Oké, okay, daar is hij in ieder geval eventjes tegengehouden. Wie schiet er? It isn't me. Ik moet hem in zijn benen zien te schieten. Maar voorlopig gaat het goed. Ik zit al op 18 meter. Hij schiet wel op mij. Waarom hij wel op mij en ik niet op hem? Hè? Flauwigheid. Heb ik geen taser gun of zo? Dat zou wel heel erg fijn zijn. Zo'n taser, zo'n Amerikaanse politie taser. Ik schoot hem in zijn been. Wat een pussy. Dan ga je niet dood aan, hoor. Oh. Nou ja, vooruit. Oké, we pakken hem. Stop! Stop, Tobias, stop! Hey, ga ik af mee, vrachtwagen. Damn it. Opnieuw. Deze keer zitten we gelukkig wat dichter achter hem. Dus nou kan ik hem in principe nog wel een paar keer in zijn benen schieten, want dan struikelt hij in ieder geval weer eventjes. Het is niet het meest efficiënte, maar het werkt waarschijnlijk wel. Jawel, het moet je wel hebben. Kom hier.
open die deur. Kom op, Tobias. Ik moet je wel hebben. Kom hier, vriend. Somebody call for help. Die gozer is vervelend, man. Damn. Kom hier, Tobias. Ik wilde een potje poker en dan moet je niet in één keer de tafel omgooien. Idiot. Ik verheug me al sinds gisteren op een potje poker. Oeh, hij kan wel goed schieten trouwens. Oké, dan stopt hij weer heel eventjes. 11 meter. Hebbes. Bam. Ik zou het niet doen, Tobias. Ik schiet terug. I just need one thing. Then I can let you go. No, no way. They'll find out. Kom maar op, Toby boy. Omdat ik het pistool in mijn hand heb. Daarom. Oh, that ain't an answer, man. Ja, dat is een prima antwoord. I don't work with whoever you think. No one needs to know. Weg met de ring. We kunnen ook gewoon weer terug gaan naar die tafel. Gewoon even lekker doorgaan met pokeren. Ik had er echt zin in. Pokeren, all-in. En dan iedereen helemaal chagrijnig zien. Daar had ik zin in. Ik kan met dat. Dat is alles wat er was als je denkt over het. Een tomb. Iedereen die ooit dat fucking plek heeft. We allemaal hebben één voet in de grave. Maar ik ben oké. Ik ben veilig hier. Het enige wat ik van hem wil is die toegangscode voor die ondergrondse bunker. Dat is all I want from him. En dan laat ik hem gaan. May I have the bridge remote? Please. I built it. The remote. Yeah. Oké. Tobias, geef hem maar. Het is goed. Het is goed, Tobias. Let me have it. Yeah. Fine. Dan maak je maar een nieuwe. Als hij dat kan, dan kan hij ook een tweede maken. En meestal is een tweede versie toch beter dan de eerste. Dankjewel, Tobias. Kunnen we de brug mee bedienen? Oké, Tobias. Doei. Ik heb wel een beetje medelijden met hem eigenlijk. Hey. Een tuinbankje, Tobias. Kan jij dat fixen? Want het wordt lekker weer binnenkort. Een tuinbankje. Kunnen we lekker in de tuin zitten? Ja, dat is goed zeg. Dat is handig zo'n Tobias. Oké, we gaan Tobias. De winkel van Tobias. Bezoek de illegale winkel van Tobias om dingen te kopen. Oké. Hulpmiddelen als stoorzenders, verduisteringen en CTOS-scans zijn alleen verkrijgbaar bij Tobias. Oké, I'll take it. Hoop ik wel dat hij af en toe een uitverkoop heeft, want... Als hij natuurlijk in zijn eentje de dingen heeft, dan kan hij ook de prijs bepalen. En meestal als er een monopolie op iets is, is de prijs hoog. Ik ga even pokeren. Ik moet en zal pokeren. Als we dat nou willen. Kijk, die motor die zo meteen voor op de terugweg. Maar eerst wil ik pokeren. Ik wil in ieder geval een goede hand hebben. Ik wil één van die gasten in ieder geval verslaan. Hallo, mag mij doen. Oh god, nee, niet hij weer. Cop show. Ik wil pokeren, kom. Surely somebody's got some game to bring. These guys sure don't. What, like cookie? Kom op, Jordi, tempo. Oké, pokeren, kom. Pokeren met normale inzet. I'll take it. Kom maar. I'll call you on that. Hopelijk krijgen we deze keer betere kaarten dan Ace 10 of Suit. Buy-in 1000. Zo, dat is een hoop. Holy shizzle. Oké, naar 1000, vooruit. Shift is tafelinfo. Ja, ik weet hoe de Big Blind en de Small Blind werkt. Dat weet ik. Zometeen ben ik Big Blind. Kost het mij een hoop geld. Wat hebben we? 16 of Suit. Nog slechter dan daarnet. Passen. Hier hebben we niks aan. 16 offsuit is niks. Check. The flop.
Dan hoef ik natuurlijk geen 1000 in één keer in te zetten, maar... Oh, come on! Nee, het is helemaal niet zo slecht. Want hoeft er maar één een koning of een aas te hebben en hij heeft een hogere hand dan dat ik heb. Dus daar hebben we niks aan. Check. Die 10 van mij is helemaal niet zo slecht. Als er nou nog een 10 in komt, of een 6, dat zou goed zijn. Een 10 of een 6, had goed geweest voor mij. It's getting hotter in here. Ik had gewoon 3 of a kind gehad. Dat is best goed. Wauw. Nou wil ik weten wat deze hand speelt. Ik ga niet alle handen laten zien hoor, maar ik wil gewoon één hand laten zien. Wegenbeent als je nou weer met een 10 of een 6 komt. Een vrouw. Een boer zou een straat hebben gehad, dus één van die 3 moet een boer zijn en zij hebben een straight. En dat is met 3 of a kind mee verslagen. I guess I'll check. Check. Daar heeft niemand een boer. A good hand. Maar daar hebben ze 1 paar. Wauw. Ik had gewoon dit potje kunnen winnen. Nieuwe hand, kom op. 1 handje nog. Gaan we 1 hand doen, dan vind ik het mooi geweest. Misschien hebben we er nog 2 doen, als ik een beetje zin in heb en als ik win. Kom maar op. Nieuwe hand. Thank you. Yep, ik ben de big blind, dus ik moet sowieso mee. Sowieso moet ik een inzet doen. Nou is hij de dealer. Ik weet wat we hebben. Deze keer hopelijk iets beters. 9 vrouw. Of suits. Come on. Ik ga gewoon inzetten deze keer hoor. Het gaat nu op de highest card. Ja, ik ga inzetten. Hoeft trouwens niet, want ik ben de big blind. Tenzij hij verhoogt. I'm out. Nee, I'm not out. Ik wil passen. Checken. Oh. Nou ja, weet je, achteraf helemaal niet zo heel slecht dat ik daar ben. Ik ga deze hand overslaan. Nieuwe hand. Hup, nog een keertje. Ik heb nog maar $980. Ik wil met meer dan 1000 hier weggaan. Daar heb ik het goed gedaan. Wat hebben we? 4-2. Wat een poephand. Ah, het is niet alvast suited. Call. Oké, weet je? Hier, alsjeblieft. Call, hier. Call, oké. Keurig. Ik heb echt een pokhand. Als er hier geen ruiten komen, ben ik de lul. Ik heb een 3 en een 5 nodig, sowieso. Ik kan geen flush meer krijgen, ik heb een 3 en een 5 nodig. Maakt niet uit welke kleur. Check. Ik zet ze gewoon in. I check. Check. Check, check, check. Iedereen checkt. Oké. Okay. Een 4. Ik heb een paar. There she is. Het is niet veel, want het hoeft maar 1, 7 en 6 of naast te hebben. En ze hebben wel een hoger paar, maar goed, I'll take it. Een paar. Misschien dat ik nog 3 of a kind eruit kan slepen. Of misschien wel 2 paar als er nu een 2 komt. Check. 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 Okay. Check. 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 Kom maar op. Een 7. Ja, ik heb 2 paar, maar een hele lage. Ik zou ze weg kunnen spelen als ik nu ga inzetten. I check. To you. Nou, laat me zien. Yeah. Heeft er iemand iets hogers? Hey, 2 paar, toch. Met mijn 4. Ah, nog 1 hand, omdat het zo leuk is. 1 hand. Nog eentje. Pokeren is echt een basisgame trouwens. Als je het nog nooit eens een keertje geprobeerd hebt, ik raad je echt aan. Er zijn wel een heleboel apps of zo om dat gratis op te spelen. Echt super tof. Zolang je het maar nooit met echt geld doet, dan is er niks aan de hand. Kom maar op. Ja, dat hoef ik allemaal niet te zien. Wat hebben we? Een 10 King of Suit. Ik zet in. Met 100. Anders komen we er niet. Ik moet mijn geld terugverdienen. Hup. We got a player here. Fold. Gooi je kaarten weg, die bitch. Kijk, hij called. Hij is tenminste een held. En wat ga jij doen? Oké, 2 tegen 2. Heads up. 10. Het is goed. Ik heb bijna de highest pair. Ik ga inzetten. Checking. 10 en ik heb de koning van klaver. Dus als er nog 2 kaarten bij komen, 2 klaveren. Ik zet gewoon 200 in. Fuck dit. Moet een beetje bluffen, hè. Moet ook laten zien van, hé, ik zou wel iets mee kunnen hebben. Kom maar. Not with that ik heb de afgelopen... Hier, kijk. Dag, pussy! Geef maar.
Dank u. $110 winst. Dank u, was leuk. Later. Weet je zeker dat je wil stoppen? I've got to get going. Yep. Was gezellig. $110 verdiend. Oeh, nieuwsupdate. Wat voor nieuwsupdate? Oké, heel interessant nieuws. Allemaal heel tof. But let's get out of here. Ik heb niet heel veel geld gewonnen. Ik heb een hele toffe afstandsbediening. En er staat een motor hier bij de buren klaar om gejat te worden. Wat wil een mens nog meer op een mooie dag als deze? Hoppakee. Give me dit motortje maar. Dank u. Hey Faco Gamers, ik zou jullie zeggen wat er meestal meer wil op een mooie dag als deze. Eventjes een like van jullie op deze video zou heel erg tof zijn. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan hoop ik dat je dat nog even voor me wilt doen. En ik zie jullie dan morgen weer terug bij meer Watch Dogs hier op Faco Games. En kan je tot die tijd niet wachten... Idiot. Kan je tot die tijd niet wachten, check dan vooral eventjes de playlist van deze video's. Staat zometeen helemaal aan het eind, kan je zo aanklikken. Volgens mij staat hij op het gras, hartstikke mooi. En ik zie jullie dus morgen weer terug bij meer Watch Dogs. Hier op Faco Games. Mazzel!